geld zijn, waarvoor men hard applaudisseert, die wordt bejubeld en vereerd door iedereen. Je redt een kindje uit de gracht en brengt een oudje over straat. Je doet een keer een goede daad en bent er één. Wie wil er nou geen held zijn die de slechterik verslaat? Je redt een hondje nooit te laat uit een brandend pand. En dan krijg je een medaille van de gemeenteraad. Een stevige hand en je foto in de krant. Maar de echte helden zitten in het donker. Voor de echte helden is er altijd nacht. Een echte held wordt opgesloten alleen omdat hij zei wat hij dacht. De zwemmers krijgen zilver en de turners krijgen goud. Elke popster heeft een hele horde fans die van hem houdt. Helden krijgen bloemenhuldes, men zingt voor hen een lied. Maar de echte grote helden zie je niet. Want de echte helden zitten in het donker. Voor de echte helden is het altijd nacht. Een echte held wordt opgesloten alleen omdat hij zei wat hij dacht. Hoe kan je hier in Holland nou een held zijn? Er staat toch eigenlijk nooit wat op het spel? Al schreeuw je hele dagen van de daken, toch gebeurt er niks, schoor word je wel. Maar in een land waar dat niet mag, waar je bang bent elke dag voor arrestaties en geweld, daar ben je als je ademt al een held. Ook op scholen geeft Amnesty informatie over